Beste autosportliefhebbers, welkom op de 24 uur van Zolder editie 2015, gesponsord door Cloraninova. En we nemen dit jaar opnieuw deel met een Porsche en terug voor het team Speedlover. Maar nu is het de eerste keer dat we met een GT3 991 Cup deelnemen. En deze auto is ingeschreven in de klasse GT1 en daarmee hebben we een kans op een plaatsje in de top 3. Daarvoor moeten we natuurlijk eerst en vooral de finish halen. En dat zal dit jaar zeker en vast geen evidentie worden. Want dankzij de goede zorgen van de organisatoren zijn er dit jaar maar liefst 60 deelnemers. Er zijn meer dan 10 verschillende merken en de tijdsverschillen per ronde kunnen oplopen tot 30 seconden en meer. Het zal dus druk worden op de piste. En naast alle andere mogelijke hindernissen die op onze weg kunnen liggen. Nou, dat maakt uithoudingsraces natuurlijk zo boeiend. Juist vanwege die heel hoge moeilijkheidsgraad. We zijn dus benieuwd waar we zondagochtend zullen staan rond 8 uur. Ja, hopelijk hier niet in de zandbak van de eerste linkse. De snelle en peperdure GT3-auto's mogen dan wel niet meer toegelaten zijn sinds vorig jaar. Dat is een goede zaak. Maar nu hebben we heel veel concurrentie van de sportprototypes. Die zijn heel snel en intussen ook een pak betrouwbaarder geworden. Die auto's werden destijds toegelaten omdat het wat minder goed ging met de 24 uur van Zolder. Maar intussen zijn die echt wel geduchte concurrentie. Het belangrijkste aspect aan 24-uursraces is natuurlijk zo weinig mogelijk tijd verliezen in de pits. Team Speedlover en onze piloten zijn er klaar voor. Zet je schrap voor een alweer spannend avontuur. Ja, even tijd voor een update. We hebben een heel mooie prestatie neergezet in de aanvangsfase van de wedstrijd. Ik ben van de 12e dan naar de 6e plaats kunnen rijden. Ik heb 12 ronden lang de auto van der Dalen achter mij kunnen houden. Van een heel een mooie strijd, heel spannend. Moeilijk ook, want er zijn heel veel deelnemers en incidenten liggen constant op de loer. Dus soms is het wel niet veel gescheeld of het was raak.
Maar het ging eigenlijk wel goed, heel goed zelfs. We lagen eigenlijk op een gegeven moment zelfs vijfde. Maar toen helaas om 9:30 hebben we een zeer zware crash gehad. Een van onze piloten, Philippe Richard, die kwam over de heuvel gereden boven de tunnel. Een blinde bocht waar je ongeveer 200 km per uur haalt. En er was een BMW heel zwaar afgegaan. Die stond in het midden van de baan. En helaas is hij die niet meer kunnen ontwijken. En hij is op volle snelheid erop gevlogen. En de BMW was heel zwaar beschadigd. Die was tot los. En onze Porsche helaas linksachter ophanging zwaar geraakt. We zijn nu, jongens van Speedlover zijn aan een ijzingwekkend tempo auto aan het herstellen. Motorblok ligt schuin in de auto, schokdemperstuk, ophangingstuk enzovoort. We zijn nu al ongeveer, het is nu ongeveer 11:30 en ongeveer 2 uur bezig. En ik denk dat we nog een uurtje werk hebben, dan kunnen we weer vertrekken. De race, helaas, ja, goed resultaat zit er niet meer in. Maar we gaan wel alles aan het werk stellen om toch nog te finishen en in de klasse GT misschien toch nog iets te forceren. Ik houd je op de hoogte, tot straks. Het is nu 3:15 en onze vreugde was van korte duur, want diezelfde ronde nog stond de auto stil met een gebroken aandrijfas. Het was de aandrijfas aan de andere kant, daar waar de impact was. En dat is typisch na een crash dat die kardan of aandrijfas toch loskomt. Dus nu zijn we dat weer aan het repareren en waarschijnlijk over een half uurtje of zo kunnen we terug vertrekken. We zien elkaar straks terug. Ja, het is nu 3:15 's morgens en helaas was onze vreugde van korte duur. In dezelfde ronde nog nadat de auto uit de pits was vertrokken onder luid applaus van iedereen, stond de auto al op meteen stil met een gebroken aandrijfas. Ja, typisch na een crash dat zoiets gebeurt, maar het was de andere kant. Vandaar waar de impact geweest is. We zijn nu de aandrijfas aan het repareren, is toch wel een beetje werk. We hopen van over een half uurtje opnieuw te kunnen vertrekken. Tijd voor alweer een update. Het is nu zondagochtend 7 uur en we rijden nog steeds na al onze problemen gisteravond. Het is wel heel gevaarlijk op de baan omwille van het feit dat er dus heel veel deelnemers zijn. En het is de eerste keer in een jaar dat ik zelf moet toegeven dat het wel echt gevaarlijk is. De snelheidsverschillen zijn heel hoog en je moet elke tiende van een seconde geconcentreerd blijven of je hebt een crash. Dus we gaan er natuurlijk weer geruchten op dat ze er iets moeten aan doen. Een beetje het slachtoffer van zijn eigen succes uit de 24 uur. Maar oké, er zijn nog geen erge dingen gebeurd, maar het is toch wel uitkijken momenteel. Met de auto gaat het heel goed. Een beetje jammer. Hij rijdt nog als nieuw. Jammer dat we al die problemen gehad hebben, die crash gehad hebben. Want anders hadden we statistisch gezien nu op de derde plaats algemeen gelegen. Dus maar het is nu eenmaal zo, we hopen om op dit elan verder te gaan en de finish alsnog te halen.
We liggen op dit moment slechts 52e, dus we zijn natuurlijk, ja, als je 4, 5 uur stilstaat, zijn we heel sterk teruggevallen. We liggen 4e in de GT1-klasse. Dus als er ergens nog iets gebeurt in de GT1-klasse, dan kunnen we toch nog in onze klasse een podiumplaats halen. Het is nu 12 uur zondagmiddag. We bevinden ons momenteel op de 45e plaats. We rijden dus nog steeds rond. Het ironische van de zaak is dat we nu verder algemeen hadden gelegen, hadden we dat ongeval niet gehad. Maar dat is natuurlijk, ja, dat zijn wijgen na Pasen. De auto gedraagt zich ook perfect, die is als nieuw. Dus dat maakt het des te pijnlijker allemaal. In elk geval, we hopen van de finish te halen. En we zien elkaar straks meer dan waarschijnlijk aan de finish. Maar, die is nog niet gedaan. Dus hopelijk tot straks. Iedereen, het is nu zondag namiddag 4 uur. Dat wil zeggen dat het allemaal voorbij is. We hebben het gehaald. We zijn over de meet geraakt. Ondanks de pech van vorige nacht. Sinds dat we de pit zijn uitgereden, hebben we geen enkel technisch probleem meer gehad. Hoe ironisch het ook mag klinken. We hadden nu 3e algemeen geweest, hadden we die crash niet gehad. Maar het is nu zo, we zijn uiteindelijk als 40e over de meet gegaan. Lijkt een pover resultaat, maar is toch wel een hele puikenprestatie van het team en vooral van de jongens van Speedlover die op miraculeuze wijze de auto hebben hersteld afgelopen nacht. En ja, ik ga dit proberen in één keer af te haspelen, want na 3 maand voorbereiding voor deze race en het VIP-gebeuren rond wat zeker en vast geslaagd mag genoemd worden, ben ik toch wel ja, een heel klein beetje moe, zal ik maar zeggen. Het was weer een ongelooflijk avontuur. Heel veel incidenten, heel veel gebeurd, heel veel technische problemen voor heel veel deelnemers. Om het van dichtbij mee te maken was het ja, heel zwaar en heel emotioneel ook soms voor sommige mensen. Het is toch altijd wel wat, zo'n 24 uur race. In elk geval, het zit erop voor ons. En wij zijn er volgend jaar, zeker en vast, opnieuw bij. Met ongetwijfeld alweer een spannend avontuur. Tot volgend jaar.